Welkom terug aan boord van Drifter 22 Doeltje Bellen. Alle vier de aanwezige boten die zijn net te water gelaten in het haventje van Toussaint. Het is eigenlijk geen haventje, het is een visafslag. Het is een monding van een rivier en het stroomt echt giga. De golfbreker ligt aan de kade op lange lijnen, Doeltje Bellen ernaast. Windroos die vertrekt nu. Alle liggen heel erg diep. Alleen Doeltje Bellen niet, want daar moeten we alles nog in gaan stouwen. Maar ons doel was eerst even alle boten te water krijgen. Nou, dat is gelukt. En de lokale informatie heeft vrijgegeven dat de zaak, hoewel er nog 1,80 meter staat, zo'n 6 voet, dat de zaak hier toch droog valt en onduidelijk is wat zich daar op de bodem in de loop der jaren verzameld heeft. Sinds de Tweede Wereldoorlog. U ziet, het stroomt echt zoals een dop. Maar dit is de stroom en de boot ligt stil. Afvaren op stroom. Ja, dat gaat helemaal goed. Het is een prachtige dag. Volgens mij is het 13 juni 2017. Stralend weer. Vooruit! En we gaan. Nou, perfect. Daar in de verte ziet hij ook al Koos de Batier liggen. Die heeft zich vastgemaakt op een lange lijn. Op aanwijzingen van de locals. Dit is het riviertje. Ja, het kon allemaal niet anders, want alle andere dingen waren. Alle andere hellingen die waren eigenlijk voor kleine boten of voor grote, gigantische boten. We gaan even wat doen. Gaat alles goed, Roel? Ja, Peter ligt weer helemaal in het vaarwater. Oh. Ja, ik denk dat Peter een nautische actie aan het ondernemen is. Oh. Dat is geen saai moment. In het leven van Drifter 22 Doeltje Bellen.